Nou, welkom. Ja. Hey, hallo! En welkom, kijkers van mijn kanaal. Vandaag zijn we weer terug in Overland op onze Mechanismische Borderie. Ja. En we gaan de kippen kopen. Kippen halen. Maar dan werkt het niet. Kippen. Die. Zo doen we dat. Kijk of ze genoeg eten hebben. Ik praat heel raar. Ja, kom. Ze hebben niet echt genoeg eten. Oh, kut. Dan krijg ze wel wat eten. Ik heb de kippen nog wat eten gegeven. Ik ga de voorlader hier neerzetten. En dan gaan we de nieuwe trekker ophalen. Hij heeft een stuk meer pk dan deze. Is ook een stuk groter dan deze. En de vent favoriet. Daar moeten we straks een voorlader optie op gaan zetten. Want de nieuwe trekker. Ja, er komt geen voorlader. Dus ja, ik kon geen voorlader optie selecteren. Maakt niet uit. Komt wel goed. Nou, het is donker geworden. Ik heb de sleutel gekregen. Ik heb nog 26.000 euro voor dat ding gekregen. En dit is ook geen nieuwe trek. Laten we morgen in het daglicht nog wel even goed zien. En nu zie je het niet echt goed. Ik rijd er weer weg. Ik laat jullie morgen nog wel even zien in het daglicht. Oh, goedemorgen. Dit is onze nieuwe trekker. Een Fendt 930. Of 930. Ik vind hem erg mooi. En het geluid is ook best goed. Moet je horen. Komt hoor. Op dat geluidje vind ik niet heel erg leuk, maar het geluidje als je rijdt is best prima. Dat was een best lekker geluidje. Hij heeft precies 300 pk. Dus deze blijft toch nog de grootste trekker. Ja, neem deze pk's, want deze is groter. Maar ik ben tevreden. Dit is misschien een beetje een hele korte video. Gewoon super leuk, want we hebben kippen en een nieuwe trekker. Ik hoop dat jullie blij zijn. Alle twee mag er natuurlijk gewoon een belangrijke boog op deze video. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat zeker in deze boog dan. Ja. Ben je geabonneerd op het beste en leukste YouTube kanaal van mijn dorp? Hij is de dorpbewoners. Ik zal het straks kijken. Maar abonneer voor de 200 abonnees. En dan kan je nog eventjes dit flesje naar de grond.